Yo, Nintendo fans! We zijn op de Gutsberg en Bowser is erbij, Rabbit Peach is erbij, Mario is erbij en jij bent erbij. Maar ben je er wel echt bij? Als je er echt bij bent, doe je duimpje omhoog. En als je er echt helemaal bij wil zijn, dan vergeet je niet om te abonneren. Want we gaan heel hard met deze Mario Rabbit serie. Sparks of Hope is een geweldige game, maar we moeten ook wel hard gaan, want Pokémon Scarlet en Violet komen ook bijna uit. Ik weet nog steeds niet helemaal wie ik ga kiezen als starter Pokémon, maar op dit moment neig ik naar Fuecoco. Laat even in de reacties weten welke Pokémon jij gaat kiezen als starter. Maar bij Fuecoco ben ik gewoon onwijs benieuwd welke kant die opgaat. Wat het gaat worden als eindevolutie. Want hij zou zomaar heel sick kunnen worden. Hoppakee, Sparky, Crystals. Deze guy wil dat we die verwoesters uitschakelen. Maar ik heb daar helemaal geen zin in. Dus ik ren er gewoon langs en ik zeg doei verwoesters, mazzel. Ik wil gewoon het gamepje uit gaan spelen voordat Pokémon Scarlet en Violet uitkomen. Want daar ga ik natuurlijk ook hartstikke veel video's van maken, jongens. Eens even kijken. Dit blok. Kan dit weg? Ja. En dan kunnen we hier iets van maken. Oh, we moeten naar links. Oh, kijk. Ja, hier trap. Ja, hoor. Oké. Wordt dit zo'n puzzelstukje? Even hier deze onkruidshizzle weghalen. Lijkt me tuin wel. Potverdorie. Er zit ook zoveel onkruid in. Wat moeten we hiermee? Oh ja, hier moeten we een bruggetje bouwen naar de overkant. Ja, ja, oké. We maken deze plek weer gewoon zo dat we overal kunnen gaan lopen. Nice. Wat is dit nou weer, joh? Liedewijk kan een onderzeetse vulkaan met haar blote handen weer houden. Wat? Om uit te barsten? Ja, vast. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Je kan mij niet alles wijs maken. Oh, kijk, daar kan ik nog niet bij. Oké, moeten we dan toch deze kant op, over deze boomstronk. Deze blokjes kunnen weg. Ja, nee, deze buis gaan we weer terug. Oh, wacht, kijk hier. Ik denk dat dit kapot kan. Ja. Ja. Er was gewoon hier een muurtje, joh. Een crack in the wall. Oftewel, barst in de muur. Houd gewoon lekker Nederlands, Rick. Had je maar een Engelstalig YouTube-kanaal moeten beginnen. Die kunnen we daarop gooien. Hotseflots. Ja, dan kunnen we weer daar naartoe. Kunnen we de onkruid weghalen? Kijk maar, wat sick idee. Wegwezen met al dat onkruid. Dan even een klein stukje teruggaan. Dan kunnen we hier een stukje verhaal oppakken. Of wat? Oh, het is een zuiver elixir. Het is een voorwerp. Die kunnen we in de battles gebruiken. Nice. Misschien hebben we die wel een keertje heel hard nodig. Tot nu toe gaan de battles eigenlijk redelijk goed. En gaan we hem tackelen. Wat ze vlos. Nu had ik er opeens wel zin in. Verslaaf weerwoesters. Zijn er maar twee. Oh, dat moet te doen zijn. Zitten wel sniperwolfjes bij. Zij kunnen niet goed tegen slijm. En de sniperwolfjes kunnen niet tegen brand. Dus Bowser, jij krijgt... Hoppakee. Slijm bij je. En je krijgt brand bij je. Brood! Altijd leuk. Hoppakee. Oh, sorry Bowser. Sorry Bowser. Ik zou je wel even healen met Peach. Zo, alsjeblieft. Easy battle dit. Easy battle. Let's go. Ik ben amper geraakt. En ze zijn al weg. Lekker. Hoppakee. Ja, soms is het misschien toch wel slim om dit soort battles te doen. Gewoon voor de XP en zo. Dus even kijken hier bij deze item meneertjes. Misschien dat die een keertje leuke items voor mij heeft. Want ik zag dus dat je ook bijvoorbeeld spark dingen kan kopen. Waarmee je spark in één keer een level omhoog kan krijgen. Ja, dat zijn dit soort sterrendrankjes. Dat is heel nice. Ik koop er gewoon gelijk twee. En dan kan je hier dus een sterrendrankje geven aan een spark. Maar ik ga dat denk ik pas doen op het moment dat ik naar level 5 toe kan. Want dat gaat natuurlijk... Natuurlijk heel veel spark, sparky dingetjes, waarde. Blablabla. Kom je niet uit je woorden, Rick. Je weet wel, die sterrenstukjes, dat bedoelde ik. Nu kost het nog 350 om ze van level 3 naar 4 te brengen. Maar van 4 naar 5 wordt natuurlijk weer duurder. Alleen, nu kan dat nog niet, omdat ik dan eerst level 21 moet worden met mijn helden. Dus daar wacht ik nog even mee. Maar wel handig om te weten. Deze kunnen ook wel handig zijn, hoor. Laat ik die kopen. 70% van mijn healing krijg ik dan terug. Verwijdert alle negatieve effecten. Ja, dat is ook wel lekker. Nou, ik denk dat ik wel genoeg spulletjes heb. Okay, laten we hier naar boven gaan. Hier moeten we naartoe. Deze battle moeten wij doen. We moeten een potje breken en daarmee ontkurken we dan de vulkaan. Het wordt intens. Versla panzergoomba's. Oh, maar dat moet lukken. Ik ben alleen benieuwd of Bowser ze bijvoorbeeld kan schieten. Of als we bijvoorbeeld in de buurt van ze springen met Bowser, dat we ze dan damage doen. Moeten er maar liefst 17 verslaan. Ik weet niet zo goed wat nou de beste manier is om dit aan te pakken, jongens. Ik weet wel dat er een aantal characters zijn die twee keer kunnen tackelen. En dat is denk ik wel handig. Kijk, Rabbit Mario kan dat. En Edge kan dat ook. Ik doe Rabbit Mario er even bij. Want ik ben dus ook heel benieuwd of Bowser ze omverjaagt op het moment dat we naast ze vallen. Naast ze springen, zeg maar. Kunnen zij trouwens gewoon hier naar boven of wat? Of blijven zij gewoon lekker daar? Dus even kijken hoe dit allemaal werkt. We kunnen er hier eentje tackelen. En die gooien we gewoon lekker naar buiten. Dag! Rabbit Mario mag lekker naar beneden springen.
Zo, gooien we deze er ook uit. We gaan gewoon allemaal omlaag springen, let's go. Ik denk dat deze battle nog niet heel erg goed gaat, als ik heel eerlijk ben. Oh, zij kunnen ook gewoon weer omhoog klimmen, joh. Echte chappies, jongen. Kijk, ze gaan allemaal weer dat zicht aanzetten. Kan ik weer niet bewegen, natuurlijk. Ja, jij gaat mij tackelen. Hoe hard tackle jij mij, jongen? Hoe hard tackelen jullie, man? Wat een chankies. Ze tackelen gewoon 600 HP eraf, die gekke Goomba's. Ik had me nooit zo naar het midden moeten storten. Dat is zo'n verkeerde keus geweest. Er gaat echt van alles fout. Ik wil niet met Bowser. Bowser is niet de goede keuze. Edge moet hier gewoon bij. Let's go. En ik denk dat het gewoon slim is als ze gewoon een beetje boven blijven. Gewoon op deze manier. Rustig gaan. Beetje bovenlangs. Gewoon met z'n allen die kant op. Eerst de bovenste ring gewoon helemaal vrijmaken. En dan daarna de onderste ring. Of kunnen zij ook springen op die plateaus? Dat zou ook wel vervelend zijn trouwens. We gaan in ieder geval hier in het midden landen. Dan gaan we deze even wegtackelen. Zo. Deze tackelen. En dan deze gelijk kapot schieten. Doei. Oh, wow, 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 wow. Helemaal niet chill. Oké, Rabbit Peach. Jij landt even. Oh, jij landt verkeerd. Oh, nee. Nee, waarom gaat er zoveel fout? Oké, ik vuur hier op dit watertonnetje. Dan wordt deze grappie geraakt. En ja, lekker. Lekker. Wegwezen. Alleen, nu ben ik wel bang dat Rabbit Peach ook door het watertonnetje wordt geraakt. Kijk, hij klimt helemaal naar boven. Zie je wel? Gaat hij weer daar staan, hè? Ja, dat dacht ik al. Oh, jij schiet op Peach zelf en niet op mijn ton. Oké. En jullie dan? Jullie blijven lekker aan die kant. Oké, dat is top. Kunnen jullie naar boven springen? Nee. Nee, jullie kunnen niet naar boven springen op die plateautjes. Oké, dat is top. Dan kunnen we gewoon rustig aan doen. Dan kunnen we gewoon zelf even bepalen wat hier allemaal gaat gebeuren. Dat is top. Zolang wij boven staan, dan kan er ons niet zo heel veel gebeuren, denk ik. Het zijn er wel echt veel, trouwens. Oké, stap 1 is even mezelf healen, denk ik. Stap 2 is proberen om dit vosje kapot te krijgen. En dat lukt. Kijk, dit is top. Nu kunnen wij rustig naar beneden eigenlijk. En dan kunnen we rustig aan eventjes deze Goomba's kapot gaan maken. Ja, dit is top. Kijk, hoppakee. Met Edge kunnen we deze pakken en even hier weggooien. Dan staat er hier nog eentje. Daar geldt hetzelfde verhaal voor. Zo, hotseflots. Dan kan ik lekker gaan springen met Rabbit Mario. Die gaat hier naartoe. Die tackelt de eerste twee. Zo. Nee, nee, niet springen. Oh, grappie. Niet springen. Gooien. Weg ermee. En die kan nog een keer tackelen. Zo, ja, top. En de volgende gooien. Kijk, en dan kunnen we ons weer een beetje terugtrekken. Zo, deze kant op. Helemaal goed. Beetje hier schuilen. Edge, die kan lekker hier schuilen. Ja, kijk, dit heb ik tenminste zelf in de hand op deze manier. Kijk, die Goombas die gaan weer allemaal nu rustig aan naar Rabbit Mario en naar Edge lopen. Gaan we lekker allemaal in een rijtje staan, jongens. Super. Ben ik blij mee. Kom jij er ook gezellig bij? Ja, joh. Jullie komen naar beneden. Ze staan wel een beetje buiten bereik, helaas. Ook voor Rabbit Mario? Ja, ook voor Rabbit Mario. En hoe zit dat met Peach? Die kan er misschien wel nog een paar uitschakelen. Ja, dat kan wel. Maar laten we even rustig kijken wat nou het slimste is. In ieder geval moeten we deze loner pakken. Want anders gaat die mij pakken straks. Ik denk dat ik hier met Rabbit Mario er heel veel kan gaan pakken. Kijk, dit zijn er al 3 in 1 keer. Doei! Mazzel! En later! Dan kan ik er natuurlijk ook eentje met pakken met Rabbit Peach. Zo. Lekker bezig, jongens. Wat een teamwork. En deze. Lekker. Dan hoeven we er nog maar 2 te verslaan, joh. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Die vosjes, die kunnen me wat. Die kunnen gewoon lekker daar staan. Chillen, maakt allemaal niet uit. Ik heb mijn wapens ook niet nodig. Ik doe alleen maar lekker tackelen. Kijk, zij komen er alweer rustig aangelopen naar ons. Helemaal top. En dan is het gewoon klaar. We laten ze gewoon naar ons komen. En het is afgelopen. Als we tenminste niet te veel gaan springen. Dat is niet de bedoeling. Af en toe dan spring ik per ongeluk. Maar maakt allemaal niet uit. Wat ziek idee. Easy battle op deze manier. Bowser, die was het gewoon helemaal aan het verpesten. Eens even koekeloeren. Activeren. Muntjes pakken. Let's go. Ik ben nu al langzaam. Zie je het? Oh, we moeten deze activeren. Door de buis. Ja. Ja. Omlaag springen, denk ik. Ja, buisje activeren of ding activeren. Deze 6 muntjes pakken. Ja, dan weer activeren. En deze kant op. En dan? Wat moet ik hier doen? Oh, dit blok moeten we verplaatsen. Oh, laten we dat dan alvast doen. En deze muntjes pakken. Ja, lekker! Weer een planeetmuntje verdiend. Deze zijn altijd wel leuk. Dit zijn van die kleine puzzeltjes tussendoor. Kost niet heel veel tijd. Krijg je wel lekker beloningen van. Daar hou ik van. Oké, dus nu hier naartoe. Oh, oh, daar hebben we weer zo'n grappie. Wat zijn dit voor dingen, joh? Kunnen we hier op of zo? Daar kunnen we helemaal niks mee, maar het begint hier wel behoorlijk te gutsen. Eens even kijken. Deze kan weg, denk ik. Als we deze zo sonar geven.
Dan hebben we hier ook zo'n ding. Er staat wel zo'n stipje in, alsof we er iets mee moeten. Oké, hier is een blok, dat kunnen we ook weghalen. Of niet weghalen. Oh, wacht even. Is het de bedoeling dat we dit ding daarop zetten? Dus dat we het soort van laten stoppen met gutsen. Is dat de bedoeling? Ik denk het wel. Ik weet nog niet waarom, maar ik denk het. Dit kunnen we oppakken. En dit kunnen we ook droppen. Moeten we die meenemen? Moeten we deze dan weer eraf halen? En deze bijvoorbeeld door meenemen. En dan deze hier opleggen. Daar ziet het wel naar uit. Want deze kunnen we hier afduwen. Ja, we moeten dit. Dus we moeten gewoon al die plekjes laten stoppen met gutsen. Alleen het gutsen hier helemaal niet. Huh? Oh, ja, ja, ja. Kijk, dan moet die, dat krat moet daarop. En deze moeten we weer ergens anders opleggen. Ik zie wat jij wil, spel. Ik snap jou. Dan hebben we er hier nog één. Ik heb zo'n voorgevoel dat we die hierop moeten droppen. Kunnen wij dan gewoon hierop blijven staan? Nee, we moeten er eerst weer af. Oké. Dan sturen we dit blokje zo de andere kant op. Dan moeten we alleen dus zorgen dat wij daar weer terechtkomen. Dat kan, want wij kunnen hierop klimmen. Ja. Oké. Zo, deze hier weer op. Denk alleen dat ik nu mijn kistje er niet langs kan duwen. Kistje weer hierop. Steentje dan hierop. En weer terug. Even deze naar de linkerkant brengen. Yes. En dan moet deze dus hierop komen. Dan hebben we daar nog één over. Waar is mijn laatste steentje? Daar ligt die. Kijk, daarachter. Ja hoor. Oh, die lag wel lekker verstopt. Oké. Daar is die, ons laatste steentje. Alright. Die gaat hierop. Let's go. Ja, en dan wordt deze steen natuurlijk uit de weg geplemd. Ja hoor. En dan kunnen we er doorheen. Wat staat die magier daar te doen trouwens? Die rabbit denkt hij is Gandalf. Die duister met tentakels zit bovenop de bron die de Gutsberg voedt. Pas op, want de stijgende waterdruk zal... Oh, Bipo moet even stoer doen. Niemand is in de stemming voor metaforen, zegt Bipo. Dude, zit je nou haar gewoon te onderbreken? Dat gedrocht heeft Terra Frolla bijna drooggelegd en ervoor gezorgd dat ik achterloop met mijn drankjes. Ja, drankjes. Drankjes zeg jij, ja hoor. Ik ben doodsbang voor die duisternis tentakel, daarom heb ik een moeddrankje nodig. Maar wij moeten deze missie eerst doen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Let's go, ik heb er zin in. Als jij er ook zin in hebt, duimpjes omhoog, abonneren. Zet een belletje aan, want dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.